Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kikker TV. Leerzame televisie voor en door kinderen. Nou, we hebben het de afgelopen periode hartstikke druk gehad met Afval de Game. Er zijn allerlei acties bedacht, filmpjes gemaakt, gedichten, nou noem het maar op. Maar er is nu wel een einde gekomen aan de wedstrijd. Ja, en in deze aflevering kijken we terug op het project. We gaan het hebben over prachtige afvalknutselwerken. En natuurlijk laten we jullie weten wie de grote winnaars zijn van Afval de Game. Spannend! Nou, we zitten natuurlijk weer met vier dames in de studio. Stel je even voor. Ik ben Chanel. Ik ben Amber. Ik ben Marcia. En ik ben Kaylee. Oké. Okay. Hey, en dames. We hebben nou het hele project gehad. We hebben heel veel plastic afval verzameld. Maar wat gaan jullie er eigenlijk in de toekomst mee doen met dit project? Nou, het is goed voor de natuur. Zo kunnen er meer mensen ontstaan en meer diersoorten. En dan kunnen we ook langer leven. Ja. Zeker, ja. En zeker nog steeds, ook al is Afval de Game afgelopen, nog steeds scheiden. Nog steeds plastic blijven scheiden, ja. Hartstikke goed. En dat gaan jullie allemaal doen natuurlijk. Ja, ja. Super. Hey, en we hebben ook in het project geleerd dat je plastic afval kan scheiden. Hè? Dus dat je het apart inlevert, dat je dan kan recyclen. Maar wat kan je dan zo al mee doen? Je kan ook knutselen. Dat is ook een goed idee. En wat zou je ervan kunnen maken dan? Een zandloper. Of een bootje. Een pennenbak. Een bakje. Of een kuipje. Ja, hartstikke leuk idee allemaal. Ook de kinderen van de Troubadour weten dat je hartstikke veel leuke dingen kan doen met plastic afval. Dat gaan we zien in deze reportage. En ik zit op de school Troubadour. De kleine ambassade is nu bij ons. We hebben net een quiz gedaan. En nu zitten we te knutselen. En ja, wij hergebruiken plastic om met plastic iets te knutselen. En het is ook heel leuk met hem. We leren over heel veel dingen en zo. En eigenlijk wat ik ga maken is gewoon een pennenbakje. Met zeg maar, bijvoorbeeld met wol haar maken en met papier het gezichtje en nog meer leuke dingetjes erbij. En doe allemaal mee met Afval de Game en zorg ervoor dat je plastic bij plastic, papier bij papier, dat je alles bij elkaar, ja, niet bij elkaar, niet in de restafval, maar ja, doe maar gewoon mee met Afval de Game. Handig zeg, zo'n pennenbakje voor bijvoorbeeld op je bureau. En ik heb gehoord dat niet alleen de kinderen van de Troubadour hebben geknutseld met plastic afval, maar ook jullie, toch? Ja. Ja. Wat hebben jullie gemaakt? Nou, ik heb een pennenbakje gemaakt en ik heb het gewoon geverfd. Dat is deze, hè? Ja. Ja. Dat dopje er de bovenkant ervan afgehaald en de onderkant van een ander flesje heb ik erop geplakt. En dat is het bloemetje geworden. Heel leuk. Oh ja, leuk. Ik zie ook glitters nog aan de zijkant. Ja. Leuk hoor. En jullie meiden? Ik heb die raket gemaakt. En hoe ben je op het idee gekomen? Ja, ik had het zelf al bedacht. En toen ging ik ook nog op internet kijken naar plaatjes en zo. Ah, slim. En hoe heb jij deze gemaakt? Eigenlijk heb ik het flesje gewoon heel gelaten. Alleen, ik heb er aluminiumfolie omheen gedaan en dan raampjes geknutseld en ja, alles wat erop zit en het hoedje. Geinig. En ik zie er nog eentje staan in een veertje. Ja, dat is van mij. Ik heb een kikkerridder gemaakt, want ik dacht, wat moet ik ervan maken? Maar toen dacht ik aan Loek TV, ook wel Kikker TV. En toen dacht ik, een kikker is dan wel leuk daarvoor. Ja. En toen had ik een veer. En toen dacht ik, wat kan ik van een kikker en een veer maken? En toen dacht ik opeens aan een ridderkikker. En toen ging, en dat kan je niet opzoeken. En ik heb zelf net oma fantasie uit mijn hoofd gehaald. En dat echt gedaan. Daarom. En dus eigenlijk kreeg je een beetje inspiratie van de knutselspulletjes die je thuis had. Je dacht, bij nou, oma. Een veertje of bij je oma. Mijn veertje en ik heb dit, dus dan ga ik daar een ridderkikker van maken. Ja. Onwijs leuk. Ja. Ja.
Ja, en ik denk dat het tijd is om te gaan kijken naar de tip. Wist je dat in sommige tandpasta's of douchellen stukjes plastic zitten? Dat is slecht voor het milieu. Je spoelt ze zo door het doucheputje. Wil jij checken of in jouw tandpasta of douchel ook stukjes plastic zitten? Kijk dan op deze website. Wisten jullie dat, van die kleine stukjes plastic in bijvoorbeeld tandpasta? Ja. Nee. Nou ja, het is wel handig dat die website erbij stopt. Hè? Dan kan je zelf kijken welke producten je wel en welke je beter niet kan gebruiken. Ja, en dan is het nu natuurlijk tijd voor de ontknoping. Spannend, spannend. Want we gaan kijken wie de winnaar is geworden van Afval the Game. Kijken jullie mee? Wat doen jullie hier vandaag? Kijken wie de winnaar is. Van wat? Van Afval the Game. En wie hopen jullie dat er gewonnen heeft natuurlijk? Mijn eigen school. En wat hebben jullie er allemaal aan gedaan om zoveel plastic in te zamelen? Onze klas heeft zeg maar al die dingetjes, aan het milieu dingen gedaan. En ja, ze hopen dat het zeg maar goed is en dat het minder afval is zeg maar op straat. Ik denk dat wij hebben gewonnen voor het knutselwerkje, want wij hebben niet veel plastic ingezameld, maar we hebben wel echt een apart knutselwerkje gemaakt. Mogen we al vertellen wat het knutselwerkje is? Ja, we hebben een bloempotje gemaakt, want het thema van onze school is nu Ik hou van Holland. Dus we hebben een bloempotje gemaakt met aarde in en een bloembol. En dan moet het nu zoveel mogelijk groeien. En we hopen echt dat we daarvoor hebben gewonnen, want we hebben er echt heel veel tijd in gestoken. Groep 6D van OBS de Single. Dit is maakt dat deze twee scholen de terechte winnaars zijn. De wijkprijs. Abba, Biel. Met veel trots reik ik namens de jury Afval the Game de wisselbeker uit aan de winnaar van Afval the Game 2015, CBS Kink! Jullie hebben onze enige man die de plastic afval verzamelt ook extra werk verzorgt. Allemaal goed teken, dus vandaar heb ik een leuke mededeling voor jullie. Want jullie krijgen allemaal, elke school, krijgen allemaal toch ook een spreekkussen! Graag wil ik jullie allemaal bedanken, alle scholen in Schiedam die mee hebben gedaan, alle leerlingen voor hun enorme inzet. Jullie krijgen van ons nog via de gemeente heel officieel nog een brief waar onze dank is geuit. Maar met name gewoon de extra activiteiten die jullie gedaan hebben. Dus jullie hebben er gewoon veel meer gemaakt dan eigenlijk de bedoeling was. Wil ik jullie daar nogmaals hartelijk voor bedanken. En ik hoop ook dat jullie dit blijven doen. Dus niet hierbij laten, maar onze echte ambassadeurs voor de toekomst blijven zijn. Dus nogmaals dank en ga allemaal vooral zo door. Top, dankjewel allemaal. Applausje voor de winnaars. Ja, en superleuk hè, want de winnaar die wint natuurlijk zo'n springkus op het schoolplein. Maar de wijk mag ook een prijs uitkiezen samen met Irado. Nou, hè. Als jullie nou als wijk hadden gewonnen, wat zouden jullie dan uitkiezen? Een gerecyclede boomhut voor in een boom. Oh, dat is een leuk idee. Ik, ja. Nog meer leuke ideeën? Misschien een speeltoestel.
En hoe heeft dat dan te maken met Afval de Game? Moet er natuurlijk wel een beetje een link in zitten. Nou, bij ons in de wijk hebben ze een wip gemaakt van een boomstam. Dan hoef je niet altijd alles duur te kopen. Je kan het ook gewoon heel makkelijk maken. En het is dan een boom die dan al is omgevallen of zo? Ja. Okay. Een paar bomen, een paar fruitbomen. Ook leuk, ja. Goed idee. Nog meer ideeën? Een paar plastic hutten. Hutten van plastic gemaakt. Dat is ook wel geinig. Ja, het zijn allemaal goede ideeën. Een bos, want ons bos die is weggehaald door een snelweg. Ja, en dan jij zegt een bos, want dat is ook wel leuk. En met bomen kan je namelijk iets heel handigs doen. Weten jullie wat? Ademen. Ja, dat heeft wel met ademen te maken. Zuurstof halen. Ja, want... Leven. Wat doen bomen namelijk? Zuurstof die de regering... Ze doen wat wij uitademen, gaan ze maken op licht en zo. En dan hebben we weer lucht. Ja, dus wat we uitademen, dat zetten ze om in zuurstof weer. Dus dat is een hartstikke goed idee over een bos. Ja, vorige week hebben we een kijkersvraag ingezonden gekregen van Savanja. We gaan nu even kijken naar het antwoord van de Ocean Cleanup. Hallo, ik ben Savanja, ik ben 11 jaar en ik ben ambassadeur van Afval de Game. En ik heb een vraag, en de vraag van vandaag is er al een oplossing voor de plastic soep? Dankjewel Savanja voor je heel belangrijke vraag. Je moet je voorstellen dat de plastic soep een heel groot gebied is in de oceanen van wel duizenden kilometers. 80% van het afval wat drijft in de oceanen is afkomstig van land. En dat betekent dat wij met z'n allen daarvoor verantwoordelijk zijn. Gelukkig is er een oplossing bedacht voor het plastic wat inmiddels in die oceaan drijft. En dat is een plan van Bojan Slat. Hij was 16 jaar toen hij met dit idee kwam om aan de bodem van de zee drijvende barrières te verankeren en op die manier al het afval te vangen. Inmiddels zijn we 4 jaar later en heeft Bojan een team samengesteld in Delft, waar heel hard gewerkt wordt aan het verder ontwikkelen van zijn idee en uiteindelijk het uitvoeren van dit plan. Helaas kan het nog wel even een paar jaar duren voordat het allemaal zover is. Tot die tijd kunnen jullie in ieder geval het hele project blijven volgen via www.theoceancleanup.com. Dus ja, Savanja, er is een oplossing bedacht voor het probleem. Maar wij moeten voor de andere kant van het probleem, het voorkomen van nog meer afval in de oceanen, allemaal verantwoordelijkheid dragen. Dus nogmaals bedankt voor je vraag en heel veel succes gewenst. Nou, dat is een goede oplossing. En ook natuurlijk dat je zelf ook er op alert bent dat je plastic niet zomaar op straat gooit, maar netjes in de kunststof container gooit. Natuurlijk is er ook weer een nieuwe kijkersvraag ingezonden en die is van Selina. We gaan kijken. Hallo, ik ben Selina, ik ben 10 jaar oud en ik wil weten waarom LookTV LookTV heet. Weet jij nou het antwoord op deze vraag? Of heb je een nieuwe vraag? Stuur het dan naar dit adres. En dit was alweer de laatste aflevering omtrent Afval de Game. Volgende week hebben we gewoon weer een normale Kikker TV. Ik hoop dat ik jullie dan weer zie. Doei!